Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi die slaapt nog. Sammetje slaapt alweer. En vannacht heeft Niels voornamelijk Niels Liam gedaan. Hij is nog steeds niet lekker. Ik heb wel even de huisarts gebeld om te vragen of dat ze in zijn oren willen kijken. Want hij grijpt dit naar zijn hoofd. Wel, dat doet hij wel. Hij doet het naar zijn hoofd grijpen en daarna naar zijn oren. Heeft hij oorpijn? Heeft hij hoofdpijn? Ik weet het niet. Koorts is er in ieder geval nog steeds rond. Tussen de 39 en 40 graden. Dus dat is nog steeds aan de hand. Hij heeft de zetpil gehad van Niels. Hij heeft net wel zijn flesje op. Die zit er nu nog in. Dus ja. We gaan het gewoon even zien. Hij is nu iets levendiger aan het worden. Dus daar ben ik heel blij om. Want het was net nog een dood vogeltje. En ja. We gaan het gewoon zien hoe het loopt. Op dit moment. Ik heb Liam nog niet ziek gezien. In die zin. Met koorts. Wel dat hij zich een keer niet lekker voelde. Of een keer zeurderig was. Maar nooit zo zoals nu. Dus voor mij is dit ook nieuw, omdat ik gewend ben dat een kind met Down ziek is. En ja, we gaan het gewoon even zien, we gaan het gewoon even afwachten. Gewoon eventjes je oortjes laten controleren, zodat ik zeker weet dat ik niks mis. Want ik twijfel een beetje aan mezelf. En als ik dat ga doen, dan wil ik gewoon even controle hebben. En dat het gewoon even bekeken wordt. Dus dat gaan we gewoon even doen. Oh, trouwens. Vanmiddag moet hij naar de dokter. Tot die tijd is hij met mama. En als het goed is, komt papa straks heel eventjes thuis om met hem naar de dokter te gaan. En dan gaan we gewoon even kijken hoe het loopt enzovoort. Jordi heb ik inmiddels ook wakker gemaakt. En die kleine ligt daar lekker te slapen. Of te slapen, lekker tabletje te kijken. Jordi die was het tablet al aan het nemen. Maar ja. Ik heb het een beetje weten tegen te houden. Dus Jordi moet vandaag ook maar een beetje aanpassen. Niet dat hij dat gaat begrijpen. Maar dan zit hij maar iets meer in de grondbox. En dan, ja, dan speelt hij maar wat meer. Ik vind het belangrijk dat degene die ziek is. Of het nou Jordi is, Niels is, Liam of Sam. Dat maakt niks uit. Ik vind het gewoon belangrijk dat degene die ziek is gewoon lekker zijn eigen dingetje kan doen. Lekker kan hangen waar hij wil hangen. Wil hij hier op de hoek liggen? Ga maar lekker op de hoek liggen. Dan moet de ander zich maar aanpassen. Kan Jordi heel lastig. Dus dan is het aan mij als mama zijnde om te zorgen dat het een beetje goed gaat. Liam die heeft net ook nog flesjes gehad. Of een flesje gehad. En hij wou toch nog iets van fruitje. Dus ik heb wat peertjes gemaakt. En een heel klein beetje koekje ingedaan. Zodat het niet zo zwaar valt. Dat het lichter is. Jordi? Oh, kan toch wel. Dus, ja, maar heeft hij toch wel wat fruit. Want hij wilde toch wel iets eten. Dus we doen het gewoon rustig aan en kijken wat hij eet. Alles wat hij eet is meegenomen, hè. Wij zijn heel eventjes aan het wachten op de dokter. Wij moeten hier in die keet dadelijk zijn. Niels is nu eventjes naar huis gekomen vanuit zijn werk voor de kindjes. En dan gaan we even kijken naar je oortjes, schat. Ja. Hij was tussen 11 en 12 heeft hij geslapen. Om 12 uur werd hij wakker. Was hij helemaal over de zeik. Had geen koorts. Maar ik heb hem toch een zetpilletje gegeven. En die werpt nu zijn vruchten af. Misschien niet helemaal goed van mij, omdat we naar de dokter gingen. Maar ja, we gaan gewoon even kijken, hè. Ja. Zo'n lekker stukkie ben jij. Oeh, lekker stukkie. Hij is niet gewend dat ik een zonnebril op heb, hè. Ja. Dan ben ik wel, mama. Ja. Hi. En dan zet ik de zonnebril weer op. Hallo. Dan wordt hij weer helemaal verlegen.
Ik ben weer thuis. Ik ben ondertussen Sam de fles aan het geven. Niels is ook even thuis gekomen, zodat ik met Liam dus naar de dokter kon. Het blijkt oorontsteking te zijn, wat er al in mijn vermoedens zat. Hij heeft nu een antibiotica-kuurtje gekregen. Vrijdag moet hij er al echt beter aan toe zijn. Ja, maar voor nu, ja, hij heeft de eerste dosis net gehad, dus hij moet drie keer daags 3 milliliter spuitje. En net is het goed gegaan, dus hij heeft hem gelijk op gedronken. Ja, ik heb hem eigenlijk ook even gelijk weer omgekleed, want het is warm. Het is zo warm. Maar ja, in ieder geval, ja, hij heeft dus oorontsteking. Nou, mama wil alleen een kusje geven. Mama vindt jou heel treurig. Zijn koorts loopt weer op. Oh, het broert die zijn eigen ook voelt. Kan altijd, hè? Liam is heel even druk bezig. Dus ik kan heel even gauw iets doen. Hij heeft namelijk hier een muziekknuffel. En die is kapot. Die doet het niet meer. En hij heeft het toch een paar jaar overleefd. Dit ding. Dus nou heb ik op internet zitten kijken. Voor zo'n nieuwe. Want hij moet wel het besef hebben. Ja. Wat moet ik doen met zo'n ding? Hij weet precies wat hij met dat ding moet doen. Dus ik ben echt al even op zoek naar zo'nzelfde iets. Het muziekje maakt eigenlijk vaak helemaal niks uit. Het gaat erom dat hij aan dat ding moet trekken. Dat er wel muziek uitkomt. Of het nou vals is of niet. Dat maakt allemaal niks uit. Ja. Dus ik ben naar zoiets op zoek gegaan. En ik kwam deze tegen. Het lijkt ongeveer op hetzelfde. Het is toch net iets anders. Maar het lijkt ongeveer op hetzelfde. En volgens mij gaat hij dit wel snappen. Jordi? Kijk eens, mama. Kijk eens. Moet je hiermee doen? Moet je trekken? Moet je trekken? Trekken. Hier. Volgens mij is dit wel prima. En dan maken we meer aan zijn bed. Dat hij er alleen maar aan hoeft te trekken. Als je hem al zo vastpakt, is het al goed. Oké. Maar dan heb ik er nog eentje. En ik hoop dat hij die ook wel snapt. Ik heb zo eentje nog gekocht. Het probleem is dat draadje. Daar moet hij niks mee. Daar moet hij niet zo hebben. Want hij gaat ook hier aan zitten trekken aan doen. Dus had ik deze gevonden met dit draadje zo. En dan een groter ding om aan te trekken. Kijk of hij dat snapt. Jordi, kijk eens. Moet je hier pakken. En trekken. Goed zo. Kijk. Ze zijn zo vals of iets. Maar dat maakt niks uit zoals je ziet. Liam is een ijsje aan het eten. En mama ook. Is het fijn, een ijsje, Liam? Ja, mijn mama, hè? Hij vindt het wel lekker.
Hij is nog een beetje aan het wennen. Toen hij net een paar maanden was, vond hij ijs heel lekker, hè, papa? Vooral dit soort ijs. Ja. Soft ijs en... Nou vindt hij het allemaal minder, maar nou is hij... Dan werd hij niet. Boos als hij niet kreeg. Ja. Nou vindt hij het vooral koud. Ja. Leuk ijsje. Je vraagt of jullie ook ijs willen, maar dan moet hij even een speelgoedje loslaten, papa. Maar Liam heeft nog steeds koorts. En we doen er alles aan om vocht binnen te krijgen. Ze heeft al water gedronken en een fles gehad. En dan zijn we lekker ijsje aan het eten. Nu sappen. Ik ga Jordi even een ijsje geven. Een hele goede morgen. Vannacht heeft Liam eindelijk eventjes een beetje doorgeslapen. En ik denk dat daarom ook zijn koorts iets minder is. Hij zit nu zelfs Jordi te vervelen. Dus dat is op zich een goed teken. Hij had vanochtend dat hij alleen verhoging. 38 graden. En zijn antibioticaatje zit er alweer in. De flesjes zitten erin. Maar jij zit ook je flesje erin, hè? Ja. Maar jij zit ook een flesje erin. Jee. Sam eventjes een beetje nog omhoog houden. Zodat hij eventjes zijn flesje kan verwerken. En dan ga ik hier eventjes de mat afstofzuigen. En zorgen dat de kindjes op de bank kunnen en lekker kunnen gaan spelen. En nu zitten ze samen in de box. En ik merk gewoon aan die twee allebei dat ze gewoon meer ruimte willen. Dus dat ga ik zo dadelijk regelen voor ze. Gisteravond heb ik eigenlijk niet veel meer gedaan. Het was ten eerste veel te warm. En ten tweede, ik was zo moe in verband met Liam. Dat ik gewoon geen puff meer had. Dus ik heb lekker met de vriendin heb ik eventjes gebeld. En gewoon even bijgekletst. Dus dat is wat ik heb gedaan. Huh? Ja. Het is mijn Sammy, hè? Ja. Een knappe vent, hè? Ja. Mama heeft alleen maar knappe ventjes. Ja. Oeh. Liam die was net bezig met losstappen. Hij had al een aantal stappen gezet en het smaakte naar meer. En toen kukelde die voorover op de mat. Je hebt een stempel van de mat op je hoofd. Ja, ja. Dat vond je niet zo leuk, hè? Nee. Ben je gewoon gestempeld door de mat? Ja. Even dikke me. Vond hij niet zo tof? Zit je ook niet mee, hè, jongen? Wilt hij gaan lopen? Kukelt hij voorover? Liam, die was moe. Dus die is gaan slapen. Lekker laten liggen. Ik heb Sam net een fles gegeven. Fruitje hebben ze wel al op. Dus ja, laat hem maar lekker liggen. We zien wel hoe het loopt. Nou, Jordi wilde niet slapen. Liam, die heeft straks een uurtje geslapen. Wat ben je aan het doen? Ik weet dat mama voor mijn vel zit. Ja, omdat je er makkelijk in kan knijpen. Dat weet ik. Hoe voel jij je eigen? Hij is nog een beetje zielig, want hij heeft hoofdpijn. Of ja, oorpijn. Hij trekt een beetje naar zijn hoofd, want hij doet dit en dit. En hij heeft nog steeds die afdruk op zijn voorhoofd staan. Ik heb het eten klaar. Ja, voor iedereen. Alleen één iemand is afwezig. Ja, Jordi die had vanmiddag niet geslapen en die lag in één keer te slapen in de box. En van tevoren lag Liam al te slapen.
Liam is nu lekker aan het eten. Ik had de aardappeltjes aan laten bakken. Het was helemaal zwart. Dus ik zeg tegen Niels, dan bakken we wel frietjes. En wie vindt dat lekker? Lekkere frietjes. Dus, ja. Wij gaan lekker eten. Eventjes buiten spelen, hè? Nou schijnt het zonnetje niet. En dan kan je lekker buiten spelen. Lekker spelen even, hè? Deze kleine vent, die heeft nu geen koorts. Beetje verhoging. Mochten een zetpilletje van de huisarts geven, hebben we gedaan. Antibioticaatje zit erin. En dan een lekker flesje en dan zo dadelijk naar bed, hè. Lekker even weer douchen met papa. En hij heeft die tatoeage van zijn van de mat heeft hij ook nog steeds. Ja. Meneer Kukeldonder. Liam ligt lekker te slapen. Het kind heeft hele lichte verhoging, zoals ik al eerder zei. Maar ja, slapen doet goed natuurlijk. Ik heb eventjes de tuin klaargemaakt voor de regen van straks of vannacht. Dat is een bendezooi. Volgende week mag Niels daarmee aan de slag. Dan ga ik binnen aan de gang. Binnen is het ook een grote bendezooi. Dus, dat gaan we doen. Oh ja, en trouwens... Papa is vandaag de oppas. Of ja, hij is geen oppas, hij is papa. Dus hij speelt ook voor papa. Ik heb de boel hier nog aan kant gemaakt. Niels heeft even nog geholpen met stofzuigen. Ik heb de honden even uitgelaten. De vuilnis op weggebracht, oud papier weggebracht. Ja, dus het is weer aan kant. Dus als Liam morgen weer zijn dag niet heeft, dan heb ik alles in ieder geval netjes. Alles staat hier open, 26 graden nog binnen, dus... En Liam, Jordi en Sim slapen. Mm-hmm. Ja. Dan ga ik even douchen en mijn nest in. Maar eerst gaan we even de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.